Dus ik zou even van Lego Star Wars de Skywalker saga, laat ik de duplication zien. Oh. Nou ja, code invoeren. En ik moet je dan wel de Mandalorian hebben van 6 van Season 1 DLC. Even kijken waar je hem mee moet hebben hoor. Oké, ja, ik snap hem. Want het was toen een glitch, maar als het goed is moet je nou deze code echt invoeren. Ja, clone modus vrijgespeeld. Dus als het goed is als het nou terug gaat. Nou, ik kan dit switchen naar Grogu. Hij moet misschien niet doen. Dan pak ik Grogu. En hij pakt hem wel. Wacht, wacht, wacht. Kijk, nu hebben we twee. Kijk, nu hebben we meer karakters als normaal, zoals je kunt zien. En dan kun je dus blijven doen, want dan ga je weer hier naartoe. Weer naar Grogu. En dan kies je weer de Mandalorian. En dan kies je er ook even de Mandalorian voor. Ik weet niet hoe vaak je dit kunt doen hoor. Wordt toch best wel druk. Ik denk dat er maar 15 in de ene dan de max is, maar we gaan het proberen. Ik kan steeds selecteren, dus we gaan gewoon door. Of heb ik het nou al dan? Oh, oh, oh. Oh, dat is te ver, dat is te ver. Dat wou ik helemaal niet. Ah, voor mij kunnen we nog wel even doorgaan, denk ik. Ja, ik denk dat we 15 hebben gedaan als max, omdat je 15 kunt doen. Want ja, de game moet ook natuurlijk niet breken, lijkt mij, dus... En ze hebben toestaan, dus daar zal er wel iets aan hebben veranderd. Ik heb nog steeds Grogu weer, en ik kan het nog steeds doen. Dit bedoel ik gewoon. Ik weet niet hoeveel vervolg ik nou al zit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Oké, dit zou dan de laatste moeten zijn. Dat is in principe ook niet waar, want in principe kan ik deze ook zeggen, want ik pak de Mandalorian. Ja. Zou dat geld verdienen, kan ik ook zeggen. Hé, hey, pak de Mandalorian. Maar die kan ik ook zeggen. Of pakte die trouwens niet, want voor mij pakte die hem niet. Nee, die pakte niet. Oké, het gaat dus echt alleen tot mijn 15. Alleen, dan ziet het dus zo uit. Je kunt ook gewoon in elke veranderen. Het enige nadeel is dat je dan Grogu heb je dan niet meer. Want die heeft die plek dan ingenomen van een van de Mandalorians. Volgens mij ook, of... Oh, ze volgen je ook. Oh. En als ik ga schieten, schieten we dan ook? Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ze mee zouden schieten. Dat doen ze niet, maar ze volgen je wel. En we hebben hier twee Grogu's. Hoe kan dat dan? Oké, alsnog hou je dan wel twee Grogu's. Ja, deze heb ik trouwens als extra database hier. En deze ook trouwens. Maar dat volgt mij ook gewoon. Dus ja, als je met een arm wil lopen, dan kun je dit doen. Ik wil eigenlijk gaan rennen, maar... dat kan alleen maar zo, maar trouwens.
Ja, ik had eigenlijk hoop dat hun hier dan na zouden doen. Echt als klonen, zeg maar. Nou, daar houden we aardig goed bij. Ja, voor mij als je echt naartoe gaat of zo naar een laat gebied, voor mij moet je ze dan weer opnieuw doen, denk ik. Dus dat doe ik nu even niet. Maar ja, dit is dus hoe je dat moet doen. Nou ja, dan heb je dus een hele army. Waarom kijken ze de verkeerde kant op? Kijk even deze kant op, graag. Ik zie dat deze kant op loopt. Ja, oké. Okay. Ja, perfect. Zo. Kijk, dan heb je een hele army. Ik snap niet waarom hij ze wil wegduwen. Ik snap ook niet waarom hij... Waarom loopt hij naar achter dan? Dat snap ik niet helemaal waarom hij dat gaat doen. Maar ja, deze bestond dus uit een glitch. En ze hebben toen de glitch gefixt. Ik dacht ook, het komt niet terug. Maar ze hebben het gewoon teruggebracht. Alleen hebben we gewoon als feature, zodat je het zelf ook kunt doen. En ja, dat is het enige wat je dus moet doen. Je moet dus gewoon hier naartoe gaan. Hier zo. Code invoeren. Clone 15, ik zal hem ook wel achterlaten in de beschrijving. Dan de Krakens en dan pak je de Mandalorian en dat is het. Want dan, en dan pak je hierboven dan Grogu en die verander je in de Mandalorian. En ja, zo simpel is het. Ja, dat was het dus voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en vergeet niet om te liken en te abonneren.